Yo mensen van Enzo Knol, ik ben Sam en vandaag ga ik aan jullie iets super tofs laten zien. Ik heb dit laatst zelf gemaakt en ik dacht zo van holy damn dit is vet. Dit is een Elytra launcher en ik ga het gewoon meteen laten zien wat het nou precies is. Alright, je klikt op F5, je gaat erin sprikken, je klikt op spatie en BAM! Je vliegt gewoon 300 blokken hoog ongeveer en je kan overal naartoe waar je wil. Dit is super gunstig. Voor een survival. En het is super makkelijk om te maken. Je hebt natuurlijk wel een elytra hiervoor nodig. Maar zoals je al ziet, je kan overal naartoe vliegen. En het kost amper wat. Dus hoe maak je dit? Ik ga het allemaal uitleggen in deze video. Doe een blauw duimpje omhoog. En let's do this. Alright, wat heb je nou precies nodig om zo'n elytra launcher te gaan maken? Het is niet zo super veel. Je hebt vier chests nodig, negen glass, twee slime blocks, vier ladders, vier furnissen, drie glass paints, één crafting bench. Maar ik neem aan dat je die al hebt. Elf polish and the site. Wel, het maakt eigenlijk niet uit. Je mag, ik, ik kies voor polish and the site. Je mag ook gewoon cobblestone of dirt of wat gebruiken. Wat jij jouw blokje is, wat jij het vetst vindt, right? Een lever heb je nodig, een lever of a lever. Een uh, water bucket, drie stone slaps, een button, twee hoppers, vier ookvans, een dispenser en ontiegelijk veel bootjes. En uh, uiteindelijk een sign. Oh, en een sticky piston. Sticky pistons is echt heel erg belangrijk. Dus wat moet je doen? Nou, ik ga het stap voor stap uitleggen, en dit is heel erg makkelijk. Alright, je legt twee fences neer. Waar jij naartoe wil vliegen. Dus als jij bijvoorbeeld deze kant wil. Dan moet je die fences moet je zo zetten. Als je bijvoorbeeld deze kant op wil. Dan moet je de fences zo neerzetten. Right? Heel erg belangrijk. Wij gaan gewoon lekker naar voren. Ik ga precies hetzelfde als die dan maken. Dus wij doen het hier aan deze kant. We gooien gewoon twee furnaces boven de fences. Hier ook. Gewoon twee furnaces. Bam. Maakt niet uit hoe ze staan. Ik kies ervoor. Om ze uh, naar binnen te doen, zodat je de, de, well, de mond van de furnace niet ziet. Dat vind ik wat mooier. All right, dan pak je je signs. Je signs, dit is het belangrijkste. Die leg je eentje zo. En eentje leg je zo, dat het een, uh, wel een half vierkantje is. Een pijl die daar naartoe wijst, om zo te zeggen. Dan pak je je dro of dispenser. Sorry, die leg je dan aan deze kant. Uh, oh, nee, aan deze kant leg je die. Dus dan ziet het er zo uit aan de kant waar nog geen furnaces staan en dan heel makkelijk gooi je hier. Oh 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 my god. Nee, het gaat helemaal mis. een liter lounge maken gaat mis. There you go. Je doet het zo. So. Heel erg makkelijk. Dus dit is het belangrijkste. Als je dit hebt, dan heb je de basis eigenlijk al af. Zo makkelijk is het. Wat je daarna gaat doen, je gooit hier twee slime blocks neer. Daarachter gooi je een. Um, Wel, maakt niet uit. Een blok en nog een blok. En dan gooi je hier je sticky piston. Heel erg belangrijk dat het een sticky piston is. Als je dat niet doet, dan, ja, dan verpest je het. Om zo te zeggen. Dus gooi daar alsjeblieft een, een sticky piston neer. En uh, daarachter gooi je een button. Daar klik je nog niet op, want dat bewaar je voor later. En nu, dames en heren, komt het lastigste van deze hele Elytra Launcher. Je pakt de twee hoppers. Je zet er eentje geconnect aan de dispenser. Daarboven gooi je uh, twee chests, zoals dit. En dan uh, doe je nog een hopper. En dan doe je daarboven weer twee chests. Heel erg belangrijk dat je daar chests boven gooit. En ja, ik raad aan om uh, dubbel chests te doen. Ik maak dit even wat hoger. Want dat is even wat fijner. Zo, hoppakee. Kijk, het maakt in principe niet uit. Maar omdat ik dit ding ook iets hoger heb gemaakt, wil ik zelf ook wat hoger staan. Dus, wat moet je nu doen? Ik ga uh, uit game mode zometeen. We gaan eerst... Nee, ik ga nu uit. Nee, ik, ik moet eerst nog wat hout hebben. Zo, there we go. Hoppakee, genoeg hout. Nou, dan gaan we uit uh, game mode. Jullie zitten als het goed is al uh, niet meer in game mode. Tenzij je het in game mode ook gewoon meebouwt. Het kan ook. Je maakt heel veel bootjes en daarna klik je heel snel op Q. Je klikt op Q. Heel erg belangrijk dat je dat doet, want dit is het snelste. Gewoon Q klikken, hoppakee, zodat al die bootjes hier op de grond liggen. Dan pak je, uh, dan ga je in de chest en dan ga je gewoon heel lang, heel vaak op je ook boots klikken. Of birds boot of wat je ook hebt, wat voor boot. En je zorgt ervoor dat het er allemaal in komt. En wat uh, dat ervoor zorgt, dat het uiteindelijk... Allemaal in deze dispenser komt. Dat is het belangrijkste. Het gaat in de hoppen, dat gaat hier weer in. En het gaat hier weer. We hebben nog iets meer nodig. Dus we maken er nog 12 oké? En dat gooi je ook gewoon weer heel makkelijk hierin. Oké, okay, zodra alle bootjes in de chat zitten. Ik heb het helemaal vol. Ga je hiervoor. Heel erg belangrijk. Hier, hier en hier een, een glas paneel leggen. Als je dat niet doet, dan krijg je dit. Uh, ja, dat, 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 laten we het daar maar niet over hebben. Je wilt niet zo ontiegelijk veel bootjes daar hebben. Tenzij je het heel erg mooi vindt. Maar, you know, ik vind het wel mooi. Maar daar komen we niet voor. Dus je gooit hiervoor de glass paints En uh, daarna hier, ja, ik weet het. Hier liggen er ook nog superveel. Nou, wat je dan gaat doen, is je gaat hele tijd klikken. Je gaat ontiegelijk veel klikken tot al die bootjes. En als het goed zijn dan 128 Iets van 130 zijn het er. Je gaat 130 keer klikken dat al die bootjes eruit zijn. Want als je met twee stacks uh, of twee volle chests erin doet, dan ga je ongeveer 300 blokken omhoog vliegen. Zodra er geen bootjes meer uitkomen, ben je eigenlijk al bijna klaar. Wat je dan nog moet doen is op deze button hierachter klikken. Zorg ervoor dat al die bootjes die je dus niet uitschieten. Dus zorg ervoor dat je hier voor glass panes hebt liggen. En uh, uh, daarna ben je al uh, bijna klaar. Dan gooi je even al deze bootjes weg. Want ja, dat, mijn hele inventory zit vol met allemaal bootjes. Nou, daar hebben we ook geen zin in. Dan pak je uh, de glass. Die leg je hier... Of nee, nee. Oh, oh, oh. Bijna mis. Je pakt de stone slabs. Die gooi je even hiervoor. Dat is belangrijker. Hoppakee. Nou, doe je hier boven de glas. Je gooit hier boven de glas. Peinst. Doe je nog wat glas. There we go. En je gooit hier nog wat glas. En daarna de blok die jij het mooist vindt, ga jij hier neerleggen. Twee hoog. Twee laddetjes. En uh, hier ook nog twee laddetjes. En dan ben je bijna klaar. Deze kunnen nu weg. Hoppakee. En uh, deze kunnen nu weg. Uh, bam, bam, bam. En dit is de Elytra-lounge, jongens. Je kan het nog heel mooi decoreren. Daar kom ik zo meteen wel nog op. We gaan het eerst even uitproberen. Je gaat dus hierop. Bam, spatie inhouden. Heel erg belangrijk. En hoppakee. Zoals je al ziet. Deze doet het nog beter dan die vorige. Oh my god. Dit is insane! Dus je vliegt ongeveer 300 blokken omhoog. En there we go, guys. Dit is de Elytra Lounge. Ik vind het super vet. En je kan het dus ook nog heel mooi decoreren. En dat ga ik even meteen laten zien. Hoe dat nou precies kan. En wat je dus wel moet doen. En niet moet doen. Dus wat je kan doen, is. Wel, in een bootje zitten blijkbaar. Nou, dat willen we niet. Je kan uh, dit heel mooi decoreren. Alleen, het belangrijkste is dat je de voorkant... Uh, dat je, want je gaat er... Hier vlieg je eruit. Right. Dus dat is het belangrijkste. Je, je kan het zo doen. Ik raad aan om niks hier voor te zetten. Ik heb mijn fouten gek. <laughs> ik leer van mijn fouten. Ik heb een hardcore serie waar ik dit ook heb gedaan. En helaas ging ik dood omdat ik een, uh, een fence voor zette, dus dat is niet zo super slim. Dit kan nog wel, en dit kan je dan gewoon heel mooi zo helemaal weghalen. En je kan deze slime kan je zelf ook veranderen. Ik raad aan om niet te doen. Ik weet niet wat er gebeurt als je het doet. Ik heb het nog niet geprobeerd, en dat gaan we ook niet proberen, want in, in principe het staat niet zo super erg. Ik vind een slime nog wel mooi staan. Zo op Je kan dit heel mooi dus zo gaan maken. Je kan het je kan het zelf heel mooi gaan maken. Dit is... Ik raad aan om dit wel gewoon glas te houden. Als er dan iets mis is, kan je het gewoon uh, meteen zien. Je kan bijvoorbeeld hier nog wel wat blokjes neerleggen. Uh, en dan doet hij het nog steeds. Je kan... Ik raad aan ook om hier letters te blijven. De letters zijn heel erg belangrijk. Want... Tenminste, vooral aan deze kant. En dan kan je er nu nog steeds in. En je gaat... Wel, ik, 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 ik klikte daar niet op spatie, dus... Ik, ik ging niet vliegen. Maar het werkt nog steeds als je het goed doet. Het is heel erg makkelijk. Als je dus hier naar beneden gaat. Spatie inhouden. En bam. Je vliegt. Super makkelijk. Super vet. Jongens, het is een hele andere aflevering dan een minigame. Maar ik dacht zo van. hey, laten we een keer wat anders doen dan een minigame. En zo is helaas nog steeds ziek. Ik moest het even een dagje overnemen. Ik hoop dat jullie hier wat aan hadden. Ik hoop dat jullie het super leuk vonden. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ik ben Sam en wellicht tot de volgende keer. Ik zeg peace!